Hey gasten, Skillman VVZ hier en vandaag de volgende episode van De Volgende Superster. Even heel snel, wil je FIFA Ultimate Team coins kopen, ga dan naar de FUT Store voor een snelle en betrouwbare service. Uiteraard vind je de link in de omschrijving. Gebruik de code VVZ bij afrekenen en krijg je 5% korting. We kijken vandaag naar Memphis Depay, helemaal populair omdat jullie hem heel graag wilden zien. Jij hebt het aangeboden, dus ik zeg hier heb je hem. Memphis Depay is 20 jaar oud, op 13 februari 1994 geboren, net geen Valentijnskind dus. Daarom heet hij ook Memphis geen Valentijn, flauwe grap. In ieder geval, kijk naar Memphis Depay en dan zien we dat hij begonnen is bij VV Moordrecht en op 9-jarige leeftijd al bij Sparta terecht kwam. Vanuit daar is hij doorgegroeid, in 2006-2007 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV en doorliep daar alle jeugdelftallen. Verder heeft hij momenteel 60 wedstrijden gespeeld voor het eerste voor PSV en daarin al 17 keer gescoord en heeft hij een waarde van 5 miljoen, wat ik toch wel geflatteerd en vrij weinig vind. Wow, dure woorden vandaag. We kijken naar Memphis Depay's huidige kaartje, zien we dat hij een 73 algemeen linksbuiten is, met 87 snelheid, 80 dribbelen, 73 schieten, 42 verdedigen, 62 passingen, 59 heading en hij heeft 4 sterren zwakke been en 4 sterren skill moves. Kijken we naar zijn toekomstige kaartje, denk ik dat hij over een jaar of 5 plus 2 snelheid krijgt, dus naar 89 snelheid. Wel een plus 10 dribbelen, omdat hij veel beter is in het dribbelen dan dat wordt aangegeven. Ik vind hem 80 vind ik net te weinig, dus vandaar ongeveer 90 gok ik dat hij uiteindelijk bij uit gaat komen. Kijken we naar zijn schieten, zien we dat hij ook een aanmerkelijke vergroting heeft gekregen van plus 12, van 73 schieten naar 85 schieten. Ik vind dat hij dit seizoen een paar hele mooie goals van afstand heeft gescoord. Die zie je natuurlijk rechts onderin ook. En daar Memphis Depay een plus 12 schieten naar 85. Krijgen we een verdedigende stats, dan zien we dat hij plus 7 heeft gekregen van 42 naar 49. Is niet heel bijzonder, maar dat komt omdat aanvallers eigenlijk niet echt zoveel verdedigen en Memphis Depay helemaal niet. Kijken we naar zijn passing, zien we wel dat hij een upgrade van plus 13 heeft gekregen. Ik vond 62 veel te laag. Memphis Depay is een speler met een goede paas in de voeten en dat bewijst hij ook wel. Een mooie lengtepaas heeft hij ook. Vandaar zijn 75 passing. Ook niet heel hoog trouwens, maar oké voor een linksbuiten. Kijken we naar zijn heading, zien we dat hij van 59 naar 67 is gegaan. Plus 8 dus. Dat komt voornamelijk omdat Memphis Depay niet de allergrootste is. 1,76 meter momenteel. Maar hij kan redelijk koppen en daarom zijn 67 heading. Want koppen, dat moet je als linksbuiten eigenlijk ook niet echt veel kunnen, vind ik. En daarvoor heb je meer de actie nodig en het schot misschien wel. En dat heeft Memphis Depay dan zeker wel. Zijn huidige waarde van 5 miljoen zal denk ik ook nog wel omhoog gaan naar 10, 12, misschien wel 15 miljoen. Ligt er een beetje aan hoe hij zichzelf ontwikkeld. Momenteel heeft hij 60 games voor PSV gespeeld en daarin 17 keer gescoord. 12 keer voor het huidige elftal van PSV. Dit seizoen moet ik zeggen. 2013-2014 waarin hij 32 basisplaatsen heeft gehad. Dus dat gaat lekker voor Memphis Depay. De vorige twee seizoenen moest hij eigenlijk erg wennen. Daardoor had hij ook 20 en 8 wedstrijden gespeeld. In 2012 en 2011. Kijken we verder naar Nederland. En dan heeft hij 27 games gespeeld en 10 keer ingescoord. Hij heeft 16 games gespeeld voor Nederland onder de 17. Daarin 8 keer gescoord. 3 games voor Nederland onder de 19. Daarin 2 keer gescoord. 5 keer voor onder de 21. Daar heeft hij niet ingescoord. En 3 keer is hij voor het huidige Nederland opgeroepen. En heeft hij nog niet gescoord. Dat zijn de stats sinds 16 november 2013 moet ik zeggen. Laatste wedstrijd. De wedstrijd die hij heeft gespeeld trouwens, internationaal, is op 5 maart 2014, moet ik zeggen dan. Die is ook onder Louis van Gaal geweest en was tegen Frankrijk. Memphis Depay is naast Nederlander ook nog Ghanees en hij kan ook nog op de rechtsbuitenpositie spelen. Hij is rechtsvoetig, dus hij kan goed met zijn rechts uit de benen, maar ook wel met zijn linker kan hij ook wel redelijk veel. Hij is de laatste keer dat hij een wedstrijd moet missen onder een indirecte rode kaart was op 28 november 2013... 28 oktober 2013 tot 3 november 2013. Laatste keer dat hij geblesseerd was, seizoen 2013-2014 van 5 april 2014 tot 11 april 2014. Vrij recentelijk dus nog heeft hij een wedstrijd voor PSV moeten missen. Memphis Depay staat wel onder interesse van een aantal grote teams. Eigenlijk de hele internationale top houdt hem wel een beetje met een schuin oog in de gaten. Want mocht hij zich snel gaan ontwikkelen, weten we zeker dat hij ook naar een grotere club gaat spelen. Hij heeft 4 wedstrijden al in de Champions League gespeeld en daarin 1 keer gescoord en een assist gegeven. Dat is ook zeer netjes voor Memphis Depay. In principe is dit Memphis Depay. Ik verwacht dat hij misschien nog wel richting die 5 sterren skill moves kan gaan volgend jaar. Maar dat is de tijd die het zal zijn. In ieder geval dank ik jou weer hartstikke voor deze video te bekijken. En natuurlijk laat even je like achter, laat even je love zien. Ook bedank ik jou vast voor het delen met iedereen die je kent natuurlijk. Laat deze video lekker rondgaan, want dan komt er zo
snel mogelijk weer een volgende superster. Daarnaast krijg je deze aankomende dagen weer een aantal heerlijke video's van mij. Mijn naam is SkillmanVVZ. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jou graag de volgende keer terug. Later! Goed voor een zilveren speler natuurlijk. Hij heeft momenteel in het echt een waarde van 3,5 miljoen euro. Dat is ook netjes. En hij is 20 jaar oud, geboren op 22 maart 1994. Dus hij is inderdaad 20, wordt volgende...